Tof, kijk in deze video. Mijn naam is Wesley van FIFAboy 1999. We hebben vandaag weer de voorspellingsvideo. En vandaag de voorspelling van Feyenoord ADO Den Haag. De opstelling is zojuist bekendgemaakt en ik ga voor jullie de wedstrijd voorspellen. Ik pak even een papiertje erbij. Hiernaast zien jullie nu de opstelling staan. En hier heb ik de opstelling op papier staan. Plus wat ik denk dat het uitslag wordt. En nog een paar extra nieuwtjes. In het doel staat Kenneth Vermeer. Daar hebben we Rick Kuijsdorp, Bottekien en EE en Haps in de verdediging. Bottekien aanvoerder. Op middenveld staat Ver, Tapia en Orkan Kokcu. En in de aanval Sinisterra, Narsing, Larsson. Er valt misschien al wat op. Berghuis ontbreekt in de selectie. Ook in de wissel staat hij er niet bij. En ja, nog steeds niet bekend. Feyenoord nog steeds niet bekend gemaakt wat er gebeurd is. Wat er is. Hij heeft natuurlijk al een keer ruzie gehad in de Feyenoord selectie. Hij was toen niet tevreden op zijn positie. En nou, het kan ook zijn dat hij gebaseerd is. Dus ik hoop dat het is, dat hij gebaseerd is. En niet dat hij ruzie heeft. Jullie horen nu de machine alweer. Sorry. Maar goed, ik denk dus dat ik hoop niet dat hij ruzie heeft gehad. Want ja, dat zou betekenen dat het. Ik weet niet wat het dan is. Maar goed, laten we hopen dat het niet ernstig is. Ook de blessure niet. Er zijn wel weer twee spelers terug: Jens Toornstra en Nicola Jurgensen. Wel eens heel fijn dat die twee weer terug zijn bij de selectie. Zitten in de wissel. Maar goed, ja, wat gaat het worden? Feyenoord-ADO, de knuffelwedstrijd. 30.000 knuffels zijn erin gezameld. Die worden naar beneden gegooid boven een Feyenoord vak van de kinderen. De kinderen die ziek zijn. Mooi gebaar van ADO Den Haag. Elk jaar weer Feyenoord ADO. En ja, ik denk dat we winnen met 2-1 voor Feyenoord. Ik denk dat we weten te winnen met 2-1 van ADO Den Haag. Bergen zou hem niet kunnen maken. Dus ik denk... Zanessi zit ook voor het eerst bij de selectie in de wissel. Dus ik weet niet, misschien komt hij ook nog wel invallen. Dus laten we zeggen een... Ja, 2-1. Maar wie maakt het? Ik denk... Narsing... En, dan moet ik denken, Larsson. Ik denk dat die twee hem weten te maken. Narsing en Larsson maken de twee goals. En bij ADO, ja, ik kijk niet echt iemand die op Beugelsdijk, hè. Rustig. Maar goed. Ik denk een 2-1 overwinning. Wat denken jullie? Laat weten onder in reacties. En dan zeg ik, ja, tof dat jullie kijken naar deze video's altijd. En ook naar de Feyenoord Kramer. Morgen weer een FCM rebuilding. De laatste FCM rebuilding. En dan in FIFA 20 weer een nieuwe rebuilding video's. Ik zou zeggen, blijf voor het kijken in deze video. Druk op het duimpje omhoog als je het niet hebt gedaan. En dan zeg ik, zoals altijd, zoals nu. Later.